Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag hebben wij de enige echte kerstspecial. Kerst is heel erg leuk, maar liever carnaval. Zoals jullie nu volgens zien, hebben wij hier een hele lading met allemaal cadeautjes. En het allereerste cadeautje ga ik aan jullie geven. Dat is echt fantastisch. Dat komt hoor. Dit is het voorste cadeautje. Staat ook op allemaal. Oh, dat zijn wij, denk ik. Ja. Waarom werkt dit? Dat is een kerstmuts! Dikke kerstmuts! Dikke kerstmuts! Oh, yes! Ja, de cameraman krijgt al een kerstmuts. Om een beetje in de sfeer te komen. Yeah! Holy shit, kijk dit! What the fuck, je hebt echt wel een ingedrukt hoofd. Oh, Ianus. Yes. En ze zit ook professioneel met duct tape vast. Het is een soort aap. Oh. Het is een domme zaap. Dat is zien aan de camera. Met geluid. Oh, aap. Laat een obi eruit trekken en dan... Oh shit! Dat hebben we zien aan de camera. Hij gaat tante hard. Hier ga ik vanavond mee slapen. Deze voor Han. Deze fucking lijp. Wat wordt dit? Het wordt spannend. Oh, het zijn sokken. Vlees. Alleen ze zijn waarschijnlijk net een maat te klein. Er staat er ook op geel. Geel? Voor wie zou die zijn? Nou. Ik zou het niet weten. Oh shit. Dat had ik echt niet verwacht. You look beautiful today. Nou, dat klopt. Oh, donders! Ook sok! Het is ook sok. Donders, zou ik even wat leuks vertellen? Nee. Ik was in de winkel en ik zei tegen de verkoper: ja, dit is voor mijn Aziatische vriend. Hij vond het wel grappig. Oh, en hij. Oké. Mooi. Dankjewel. Voor Tobias met duct tape. 100% Vimto. Ah, Vimto, lekker mee. Oh, de Vimto. Vimto sponsor ons nou. Ik weet niet eens meer wat het is. Oh ja, ik weet wel wat het is. Het is echt fantastisch. Oh, dit is voor je. Een soort Fortnite gift card. Yes, de Battle Pass. Nee, deze is. Bro, you're really. Motherfucker, deze heb ik ook in de winkel gezien. En ik wou hem kopen. Ja, we gingen ook, jij ging ook naar de solo. Ik zag je tas. Ik dacht, kut. Ah, met een homo-papier. Yo, dat is een bad heen. Yes. Ik kan hem ook op je dashboard neerzetten. Nou goed. Ja, als ik een dashboard haal. Timber. Oh, ik heb echt een unit. Wow, dit is een gitaar. Het is oprecht een gitaar. Het is... Nee! Ja. Oh. Ik ben zo koulo slim! En dit doet even een leuk muziekje eronder. Volgende. Yes, Ling Ling doet zijn ding. Kijk, deze verhaal. Okay. Dat is een ballen. Dat is een balletje. Hey! Bombos. Met een monkey. Yo, hij leeft. Wow! Ah! Ik heb deze big unit voor je boy. Oh! Is het een lui uit? Ja, omdat het leuk. Ja, hij is een lui voor hem. Ja, klopt. Ja. Wow, Tobias cadeau. Yes, Tobias cadeau. Ja, ik zag hem net al, ik dacht, kut. Ik zie Nijntje. Holy shit, ik hou van Nijntje. Het is sowieso memory. Ik ben echt koulo slim. Memory met donders Nijntje, holy shit. Is dat handel? Deze is voor handel. Jezus, man. Dank je wel, jongen. Dat is een champa. En het is niet zomaar een champa. Oh, dit is een party popper. Ja. Dat gaan we straks aan het eind van de video buiten doen. Dus wil je dat nou zien? Blijf vooral even kijken. Dames en heren. Weet je wat hier op staat? Geel. Dat staat hier ook op geel. Het is ook geel. Is het Play-Doh? Yes. Ik heb klei. Nu ga ik een gele p*** maken. Oeh! Weet je wat ik denk? Het is zo'n boek met een speelgoedje erin. Nee. Het is een tijdschrift. Nee, het is zo'n boek met van die knoppen of zo. Interactief kinderboek. We gaan even kijken. Oh, dit is nog beter. Knolpower, hou je bek. Knolpower. Rot op. Oh, nee. En dan wil die niet, want een kaan is dit. En zo'n knol, je spul is kut. Huh? Oh. Deze is voor Ian. Ja, hoe ik grapje had, ga ik het opmaken dan. Sorry, maar ik had ook een zo'n vuurwerkzwaardje. Hoe leek? Wil je nou zien dat deze wordt aangestoken? Blijf kijken. Deze is een beetje. De inpakpapier was. Nou, hij is gewoon kut ingepakt voor jou. What the fuck? Als we tenminste even een liter duct tape. Holy shit, een dikke ambu. Een liter duct tape. Jongens, dit is echt een domme ambu. Dankjewel. Dankjewel.
ik heb niks meer. Yeah. Oh, ik zit ook bijna bij de laatste ding. No, oh nee, heb je nog koude of veel cadeautjes? Dit is nog voor Ian. Ik wil nog wat. Dit is ook Vimto. Het zijn sokken. Nice. Okay. Dankjewel. Nou, ik heb eentje voor Hanus. Oh. Pak hem eerst maar even uit. Oh, eikel. Ik kan niet eens je tanden poetsen. Ian, stop even. Voordat je het volgende geeft. Oh, nu kun je eindelijk je tanden poetsen. Dik elektrische tandenborstel. Okay, en voor duidelijkheid, handig poetsen nooit je tanden. Die hoort er zeg maar bij. Tandpasta. Ik vind het een muisstreek. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Yes. En zoals je hier kan zien, de lakbandwol raakte op, dus toen heb ik dit ervan gemaakt. Dankjewel. Dankjewel. Een bananenslicer. Snijder. Dus als je dan een keer een bakbanaan maakt, dan kan je hem zo boem. Dat kan hier, oh, dat is handig. Dankjewel. Dit is geweldig. Oh, hier kan ik aan zuigen. Yes, een zuigstok. Oh, een zuigstok. Oh. Een zuigstaaf. Waarom breek je hem nou, jongen? Ik ben hiervoor speciaal naar een specifieke winkel afgereisd. Specifieke? Omdat ze hier van die oud-Hollands lekkernijen hadden. Ja. En dan kom jij aan het breken je een hele kunstwerk weer door midden. Ja. Pakken, we moeten hem allemaal even tegelijk inpakken. Want, inpakken? We moeten hem even inpakken. Ja, waar moet je hem... Wacht dan, denk ik. 3, 2, 1. Want het zijn allemaal hetzelfde cadeautje, maar het is wel leuk. Oké, wacht, ja. Sinds wanneer ben ik 40? 40. Ja, nog een kazoo, maar die was voor Han. Deze ook nog voor jou, want... Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Nee, die is van Han, denk ik. Oh, denk ik vind dat die van Han is. Ik denk dat de stekkertjes eraf gevallen. Tobias, ik heb een... Tobias size cadeautje. Oh, deze is echt handig. Donders counter pounder. Oh, is een spaarpot. Dankjewel. Yo, dit is mijn verslaving. Wat we dan doen, zo ongeveer, is gewoon een beetje zo. Kinkers. Tot zover. Ik heb een cadeautje gehad en dit cadeautje is... Dit is wel echt een speciaal cadeautje. Ik zal even een beetje backstory geven. Toen jij de fuck girl knuffelen was, toen heb ik heel lang aan je gedacht. Heel lang over je gedacht. Maar toen dacht ik van, wat is nou het beste wat ik aan Han kan geven? Wat hem gewoon helpt in de moeilijke tijden, nu die andere voertuigen moet besturen. Een auto. Oh, fuck je! Wat is dit? Een scooter! Fuck nee! Waarom? Ik vind hem fucking fantastisch. Eentje. Oh, je hebt er nog eentje. Ja, die is voor onze camera, bitch. Okay, kom. Kom erbij. Waarom hoor ik het niet? Kom erbij dan. Eenzaam, yeah. Ik was zo eenzaam. Ja, lekker wat noten. Ik heb een cadeau voor deze jongens gekocht. Meeste zijn een grap. Ja, ik heb er al één gehad. Eikel. Ja, weet je wel, we gaan jou ook afmaken. Alsjeblieft, jongen. Oh, die kun je ook wel gebruiken. Beetjes zijn oprecht zijn wel goeie. Ja, maar kun je gebruiken met je stink aan of deze? Die zijn wel goeie. Dat ben ik ook gevonden. Ja, fantastisch, wat zo. Jij krijgt de volgende. Oh god. Jij krijgt je grap. Noodles. Wat een racisme weer in deze video. Mooie cultuur. Wat merk is dit? Oh! Hé, dit is koude hardneef. De meeste kijkers durven het niet eens te luisteren, maar deze is tandwaard. Nou, ik denk dat je al weet wat dit is. Ik weet het niet, wat zou het zijn? Volgens mij is het... Stroop! Oh! Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dit is heel intens. Wow! Mijn aansteking. Wow! Hij is oprecht al leef. Kun je hem zo heen en weer heel snel? Kom dan! Hij maakt echt een sick geluid. Hij is echt cool! Gozer! Mongo! Wat staat nu in de fik door jou? Opnames in de regen. Opnames. Wacht op die auto. Kom ik recht op mijn bek. Fucking what for? Om Tobias. Oh. Sukkel. Kom hier met de kamer. Je mag het drijven om. Oh, je zit er echt helemaal om. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer ook eventjes hier. Hier zo. Hier beneden. Klikken. Zo klikken. Ja, klik even op het belletje.